Hallo mensen, welkom terug bij Let's Play Rusty Heart Beta. Hierbij gaan we weer verder waar wij laatst gebleven waren. Ik ga lekker weer met Dialusje verder. En eens kijken wat we moeten doen. Ik heb al iets verder gespeeld met mijn andere karakter, dus ik weet precies wat ik moet doen. Laat door, la 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 la. Ja. Daar zijn we. Oké, ik ga nou even mijn kwestjes kijken van wat ik welke ik kan pakken. Volgens mij waren er nog twee die ik erbij kon pakken. Eentje moest ik doen op hard in B3. En andere moet ik als het goed is doen gewoon in kennels B2. Ik zal eens kijken of ik ze allebei kan doen in dit eventjes. Zo. Waarom laat dat nou niet goed door? Nou ja, kijk. Ik heb nog deze met van de B3. Die ik op hard moet doen. Dus dat gaan we allemaal doen ook, hè. Zo. Oh, laat toch door. Dat is het enige nadeel aan het spel. Voor de rest is het een leuk spel. Het laden duurt zo lang. En eventjes een slok taxi. Zo, sorry als jullie het horen. Ik weet ook eindelijk hoe het spel een beetje goed werkt. Hetgene wat je moet doen is combo's maken. Hoe betere combo's je maakt, hoe hoger je rank wordt. Zo, bam. Kijk, level up. Laat ik maar eens kijken dat ik alweer skills kan leren. Stomme archer, sterren. Ik weet nog steeds niet waar alle items voor zijn, maar ik pak ze maar gewoon op, want ik kan het nooit zeker weten. Ja.
Bam, en die zijn wel weer bij de baas. Deze hebben jullie al een keer gezien. Oké, daar gaan we. En dan ook rushen op de baas. Kijk eens aan. Zonder moeite even die baas zonder damage afgemaakt. Zo, dat was één. Gaan we weer. Helaas. En volgens mij kan ik nou dingen doen. Dan moet ik nou de B2 op hard gaan doen. Gaat me ook wel lukken. Kijk, nou is hij er wel. Accept. Eens kijken, skill. Oeh. Windy Blast. Hell yeah. Verder kan ik nog niks, helaas. Even hier naartoe, quest inleveren. Dus kijken dat ik alle drie de quests tegelijkertijd bij elkaar kan inleveren. Ik vind het nog steeds raar dat mijn PC deze gewoon lekker makkelijk runt. Hi. Zelfs met scraps. Oké, questlog. Questlog. Skeleton archers. Ja, dat gaan we dus gewoon lekker mooi op hard spelen. Party of 2 van 3. Een party van 2 of 3 mensen staat aangegeven dat je moet doen. Daar hoeft niet. Nou maar hopen. Kijk aan. Dat is ook open. Ik weet nog steeds niet wat ik met Hunter Vosjes moet doen, maar daar kom ik vanuit zijn kolachtig. Hard spelen is toch altijd nog wel wat moeilijker als je nog niet bekomt. Dit is van 2 tot 4 en ik wil pas 3, dus hard speelt het toch wel ietsjes moeilijker nou. Maar maakt niet uit, komt goed. En ik sta wel op die 9 minuten. Dus ik denk dat ik alleen dit kan afmaken. Ik denk dat ik de quest in de volgende aflevering pas ga inleveren.
Hoppakee, section clear. Ruimte voor Shag. Op zich, al is het een beta, ik heb nog niet echt bugs in het spel gezien. Want die moeten we reporten, maar ik heb nog niks hoeven te reporten, want ik heb nog geen bug gezien. Schiet op. Nou, ik ben al 7 keer gehit op een of andere manier. Klote tent die zombie. Wow, veel. Het is een skeleton. Ah, ik ben er al bij. Ik zit bijna op 12 minuten speeltijd. Tenminste, dat ik aan het opnemen ben. Ik hoop dat ik een commentary ga maken van het dude en dan dat ik dat in het Engels ga nemen. Ah, die putje is zo irritant. Hoppakee, bam, alles dood. Zo, oh, dat heb ik toch nog goed gedaan. Ik heb nog 2 minuten over. Dus ja, een A. Dus ik ga nou even mijn dingen kiezen. Ah, helaas, 14 gold. Helaas. Go back to town. Nou, dan kan ik denk alleen nog even die questjes inleveren hier. En dan hou ik ermee op met deze aflevering. Even kijken. Magical damage is hoger bij deze. Want zij is een magic user. Bam. En ik ben weer een level up. Ik ben al level 4. Van de 20. Dus ja. Ik zou zeggen jongens. Tot de volgende keer. En vergeet niet te subscriben. Hallé.